Heb je het spicy verhaal van de Chainsmokers al gehoord? Ah, en er wordt een serie gemaakt van een iconische film. Louis Capaldi die blijkt andere gedaantes te hebben. En Kim Kardashian die is officieel bewezen fake. All will be explained in een nieuwe aflevering van Swipe deze week. Goed nieuws voor de fans van 50 Cent en Eminem. Want de twee rappers willen een serie maken van de film 8 Mile. Het zit misschien al wat ver in het geheugen, maar 8 Mile was echt iconisch. Eminem schreef de monsterhit Lose Yourself speciaal voor de film en won er zelfs een Oscar mee. Het scrappy papiertje waarop hij Lose Yourself schreef, zie je ook in de film en werd verkocht voor $10.000 op eBay. Eminem verloor ook meer dan 10 kilo voor de rol, verfde zijn haar en improviseerde alle rap battles op het moment zelf. Fuck a papa dot, fuck a clock, fuck a trailer, fuck. 50 Cent wil vooral die serie met Eminem maken voor zijn legacy. Omdat hij het belangrijk vindt dat iedereen het verhaal van Eminem kent en begrijpt. Wanneer we die te zien krijgen, is jammer genoeg nog niet geweten. Maar je ziet het sowieso in Swipe passeren wanneer het zover is. Echt waar, hoe kom je erop? Louis Capaldi heeft weer een heel goed verhaal verteld. Want blijkbaar gaat hij al wel eens undercover als hij nummers schrijft voor andere artiesten. Om zijn eigen naam te beschermen, voor mocht het nummer een grote flop worden, schrijft hij mee aan nummers onder een pseudoniem. Hij gebruikt daarvoor de naam Anita Jobby. En dat klinkt misschien heel onschuldig, maar dat is het allesbehalve. In Scotland. If you go for a shy, you go for a jobby. That's what it means. Ja, dus als je die spectaculaire naam ergens tussen de credits ziet staan, zoals bij dit nummer bijvoorbeeld, dan weet je vanaf nu dat dat Louis Capaldi is. En hij is trouwens lang niet de enige die zo'n valse naam gebruikt, hoor. Zo werd dit nummer bijvoorbeeld meegeschreven door deze Zweedse naam, die ik niet eens kan uitspreken, maar waar ik je wel van kan vertellen dat dat eigenlijk gewoon Taylor Swift is. En Mick Greenberg, a.k.a. Harry Styles, schreef dan weer dit nummer voor Ariana Grande. We gaan even 11 jaar terug in de tijd, want toen gebeurde er dit. Kim Kardashian werd op de rode loper bekogeld met bloem tijdens een event om haar parfum te promoten. En die foto's gingen uiteraard de wereld rond, want dat is vrij tot zeer absurd. Maar nu blijkt dat dat gewoon één grote in scène gezette stunt was. Dat vertelt iemand die vroeger met Kim samenwerkte. Want het was de job van die persoon om ervoor te zorgen dat Kim Kardashian in de media zou verschijnen. Dus hij dacht, als iemand bloem over Kim gooit op een rode loper, gaat iedereen in shock zijn en dan gaan die foto's overal verspreid worden. En dan gaat iedereen praten over haar parfum en dat is natuurlijk de bedoeling. En dat is ook gelukt. Dus ja, fake it till you make it. I think we were just like, what the fuck just happened? Because like, it wasn't like they were never planned. It was also like the days when we used to have to like share hotel rooms. Like, you know what I mean? Like we would be in Europe, they have the two beds. They don't even split them apart. Right. You know what I mean? Like they literally have two singles. So it's like almost by force, we were forced. Yo, this is, that sounds crazy. You were forced to have a threesome. Suzanne en Freek, die hebben een Netflix-documentaire. Die heet Tussen jou en mij. En ik wil ook wel eens weten wat er tussen jullie gedachten allemaal in zit. Als Suzanne en Freek niet jullie naam was, wat zou dat dan geweest zijn? Su en Frits. Hermanus en José. Nou, dit zijn dus onze bijnamen voor elkaar, maar dit... Dit zijn onze doopnamen. Daar maken we wel eens grappen over dat... Zo degelijk zou klinken. Wat denken jullie dat het succes is van Suzanne en Freek? Ik hoop de muziek, ja. Ik heb de liedjes zijn herkenbaar misschien. Ik vind het leuk als mensen zeg maar, ons op een andere manier leuk vinden, maar ik hoop altijd wel dat het om de muziek blijft gaan. Wat is de gekste plek waar ooit een nummer is ontstaan? 3, 2, 1. Ja! Jullie zijn zo in zien. Ja, toch? Blauwe dag. In de auto terug van België naar Nederland hadden we daar een gesprek over dat het heel goed ging, maar dat het ook een keer zou kunnen dat het misschien wat minder goed ging. En dat je dan ook uitspreekt na elkaar dat je er dan ook voor elkaar zou zijn in die tijden. Welke song had je het minst verwacht dat dat een hit werd of ging worden? Goud. Ja, eigenlijk is het bijna in Nederland in ieder geval onze grootste hit, denk ik, na Als het avond is. En die ontplofte zo in Nederland, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ja, we twijfelden best wel lang over dingen. Ja. Misschien daarom, hè? Er zitten wat synthesizers in de bridge en toen dachten we, is dat niet te heftig? Het was best wel een harde beat en dat hadden we toen nog nooit gedaan. Nee. Terwijl we nu met ons nieuwe liedje Slaaploosheid eigenlijk best wel losgaan. Ja. Maar ja, dat moet je ook een beetje stap voor stap doen, denk ik. Ja. En Dromen in Kleur was...
een liedje die ik ook wel heel anders vond klinken. En dit was eigenlijk best wel rustig en best wel een ballad. En dat hadden we al best wel lang niet meer uitgebracht. Dus wie is de mooie samenwerking voor Suzanne en Freek? De ideale samenwerking. De ideale samenwerking. Oeh. Al grappig. Wie heb jij? Niet Mieke, dat okay. 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 Coldplay of Cloud. Oké. Okay. Sneller. Maar Snelle is al. Ja, maar daarom, we doen eigenlijk niet zoveel samenwerking. Daarom staat er een hartje bij, denk ik. We hebben alleen met Snelle een samenwerking gedaan. Dat is al gebeurd. Ja. Is dit zo? En we hebben gewoon nog steeds heel veel liefde voor Snelle. We zijn nog steeds heel trots op die samenwerking. Daar zou ik er zo nog eentje doen. Omdat het ik gewoon, vind het wel lastiger met ons om samen te werken, omdat je dus al met z'n tweeën bent. Ja, snap ik. En ik vind het ook niet, het is ook best wel snel heel vol. En met Coldplay zijn ze nog eens vier. Ja, precies. En we hebben hun nummer niet, ze reageren niet op onze DM's. Als zij ons vragen, zeggen wij gewoon nee. Ja. Voilà, we zijn weer helemaal uitgeswiped voor deze week. Merci om te kijken, tot volgende week.